Battlefield 4 bestaat weer uit een singleplayer en een multiplayer. En de singleplayer draait allemaal op een conflict tussen Amerika en China en ook deels Rusland. Ja, het is een vermakelijke singleplayer waarin DICE een wat bredere opzet heeft. Dus je kan, het is niet echt strikt lineair waar je echt op het vaste pad zit, maar je kan opties kiezen. Je kan een tank pakken, je kan een rakettenwerper pakken. Het is een wat bredere opzet. En daardoor is het ook een beetje een voorbereiding op de multiplayer, die in tegenstelling tot de singleplayer wel heel erg interessant is. En ja, de next gen, ja, de multiplayer, als je het vergelijkt met de current gen versie, nou ja, 60 frames per seconde, 1080p, maar vooral de 64 spelers, dus 32 tegen 32, dat is natuurlijk heel erg gaaf. En dat zorgt voor een, ja, waar je normaal op de current gen versies toch wel eens iets had van, hé, hey, ik zie even iemand niet. Dat heb je op de next gen versie, dan is het veel intenser, want dan, ja, dan zijn er gewoon veel meer spelers in een level. En de levels zijn ook al wat groter, maar de actie voelt daardoor veel meer intens. En ja, natuurlijk, door DICE heeft al veel over de Levolution feature gehad. Dat zorgt voor veel meer destructie in een level. En in elk level in de multiplayer heb je een evenement, zoals een schip wat je kan laten aanmeren op een agressieve manier op een eiland. Of een flat die je kan om laten donderen door er lekker op te vuren op de onderkant. En, of een dam bijvoorbeeld laten instorten. Dus allerlei ja, facetten die de actie op in Battlefield gewoon veel meer actievoller maken. En visueel is het natuurlijk, komt de Frostbite Engine. Komt eigenlijk toch wel beter op zijn recht op PlayStation 4. En daardoor ziet het er dus visueel ja, veel mooier uit. En ja, is het totale plaatje als shooter zijnde, is het gewoon meer compleet.